Godverdomme! Ik ben hier niet zo goed in, hè? Gelukkig hebben we deze nog. Dan komt het altijd goed. Let op. Ja! Het gaat nooit fout. Hey. Hey. Je was weer aan het praten, Kiri. We hebben het hierover gehad, hè. Ik weet dat je van hem houdt. Mam, ik weet waar ik mee bezig ben. Ik probeer dichter bij hem te komen. Je hebt betere ideeën gehad, hè. Dus stop hiermee. Ik weet dat je hem mist. Ik weet dat hij een held voor je was, maar laat het verleden rusten. Jij lijkt er anders vrij weinig moeite te hebben met het feit dat hij een slachtoffer was, hè. Kiri, hou op. Op. Nee, ik hou er niet over op. Focus op het heden. Focus op jezelf. Focus op ons. Ja, dit is ongezond. Prima. Stuur het mijn dochter wel naar het gekkenhuis. Ja, stuur me lekker. Kutwijf. Nogmaals welkom, Kiri. Ik ben heel blij dat je er bent. Mijn naam is Miran Antoniaku, maar de meesten noemen mij Anton. Ik voelde een zeldzame energie toen jij binnenkwam. Jij bent hier voor antwoorden? Uit het verleden. Jij mist iemand. Ja, klopt. Nee, niet zeggen. Dat is iets wat jij moet uitzoeken. Ik kan jou slechts de juiste richting opduwen. Met een van de meest krachtige stimulansen om dieper te graven in jouw herinneringen. Nee, ook niet. Deze. Inhaleer heel diep en langzaam. Ja. Waar ruikt het naar? Ik ruik gas. Juist. En wat zie je? Gasveld. Ja. Moppie, wedstrijd gaat zo beginnen. Waarom is mama zo boos op jou? Zo zei je of ik. Dus je hebt toch weer gevochten. Ja. Wie begon? Ik. En mama? Ze paart toch niet zo net als je dacht. Dit nou weer. Wat?
Wat heb je met haar gedaan? Nee, nee, maak haar niet wakker. Ze is in fragiele staat. Ik denk dat jij deze harder nodig hebt dan ik. Can't define are spinning through my mind when I close my eyes. I really thought that I would find out this time to help me clear my mind, but now I realize you're not even. You go, just let me go, like I let you go, just let me go.